Vandaag 5 tips, maar belangrijke tips, want het zijn dingen die we vaak vergeten en daarom wil ik ze weer eens eventjes opfrissen in jullie geheugen. Voor ik het vergeet, abonneer je op mijn kanaal en er zit ook zo'n belletje, klik dat ook even aan, want dan word je iedere keer op de hoogte gebracht als ik iets te melden heb. En like me ook even, vind ik ook leuk. De 5 tips. Tip 1. Tip 1 is dat ik met chlor kitranden schoon ga maken waar vaak kalk op zit of ander vuil. En het is heel simpel en je hebt er ook bijna niets voor nodig. Helemaal goed. Tip 2. Nou, dat gaat over onze afvoerputjes. He, daar zit ook vaak kalk omheen. Nou, dat wil je mooi en glimmend hebben. Ook een hele simpele tip. Ook zo gedaan. En de derde, nou ja, we hebben soms wel eens van die vieze rioolputluchtjes. En die kan je heel goed maskeren en onder controle houden met simpel een slokje slaolie. Nou, dan kom ik nu bij tip 4. Tip 4 is de ragenbol. Want we kijken altijd wel op ooghoogte, maar moet je zien wat er allemaal boven je hoofd leeft. Nou, daar heb ik ook een hele andere tip voor. Dus dat spinnenwebben, stof en weet ik veel wat, die kan je daar heel makkelijk mee weghalen. Maar daar heb ik ook nog iets heel slims voor. Tip 5, het schoonmaken van ventilatieroosters. Want echt waar, dat vergeten we te vaak. En die zitten in je badkamer en je wc. Nou, die wil je niet hebben hoor. Want je krijgt er makkelijker een griepje door of een verkoudheidje dan als je het gewoon schoon hebt. We beginnen bij tip 1 en dat is dus het schoonmaken van het kitrandje wat je achter wastafels hebt of in de douche, in ieder geval kitranden. Het enige wat je nodig hebt is een klein beetje chloor en een zacht tandenborsteltje. Je dept het tandenborsteltje in het chloor, dat doe je vervolgens op de kitlaag. Je laat dat even intrekken, een paar minuten maar. Vervolgens neem je het kleine tandenborsteltje. Daar ga je zachtjes mee over die kitlaag. He, dan beschadig je het ook niet. En je zal zien dat nu dat vuil, chloor, kalk en zeepresten heel makkelijk loskomen. En die kitlaag weer helemaal wit wordt. Daarna neem je eventjes een lapje met water. Je spoelt het even na, dan is ook de chloor meteen weg. Nou, en je zal verbaasd staan. Helemaal mooi en wit. Tip 2, de gootjes en de kalkranden. Nou, ik woon in Den Haag en ik heb er bijna geen last van. Maar mijn zoon woont in Leiden en die heeft er dus heel veel last van, vind ik. En daar heb ik het volgende op gevonden. Je zal denken, alweer chloor. Maar inderdaad, dat hele kleine beetje chloor, dat druppel ik om het gootje heen. Dan maak ik een stukje wc-papier even vochtig en daar dek ik het gootje mee af. Dus dat beetje chloor zit onder het afgedekte natte wc-papiertje. Dat laat ik even zitten, ook weer 5 minuten. Dan, hupsakee, neem ik het gootje af met het natte wc-papiertje en je zal zien, kalk en alles is opgelost en het ziet er weer helemaal glimmend uit. Perfect. Tip 3. Nou heb ik mijn gootje wel schoongemaakt en dat glimt me tegemoet. Maar ik kan ook in huizen komen en die hebben zo'n last van grondwater. En dan denk je, hier is geen parfum tegenaan te spuiten. Nou, en het is zo makkelijk om te doen. Ik zeg ook altijd tegen mensen, voordat ze op vakantie gaan, joh, moet je gewoon in al je afvoerputjes eventjes een slokje slaolie doen. Heel simpel, slaolie. Dat is olie uiteraard. En dat maakt zich tot een soort van vlek op jouw water en dat dicht het water af. Dus er kan geen stank omhoog komen. Jij komt 2 weken later thuis en je denkt, kijk, dit ruikt lekker fris. Nou, je zet even de warme kraan open of je doet eventjes met je waterkokertje plop, 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 plop. Al je afvoergootjes eventjes nalopen. En moet jij zien, je huis ruikt heerlijk. En geen dure flessen parfum nodig.
Tip 4, de ragebol. En ik vind dat zelf zoiets leuks om te doen, want ik vind die ragebol gewoon al leuk. Mijn haar zit ook vaak als ragebol. Nou, en wat heb ik nou zelf uitgevonden? Ik doe daar, als ik nylons draag, natuurlijk heb ik ook ladders of panties heet dat. En dan knip ik het broekje eraf. En die broek, die gaat dus zo over die ragebol. Hartstikke grappig gezicht. En dan ga ik daarmee langs alle plafonds, de muren. Nou, en wat je in een winter toch allemaal kan opslaan aan stof en de spinragen. Je bent echt verbaasd, want we kijken niet zo vaak omhoog. Maar dat zou je toch eens vaker moeten doen. En nou willen jullie natuurlijk weten, maar waarom? We hebben al een ragebol. Waarom nou dat pantybroekje eromheen? Nou, omdat een ragebol, zo is dat tenminste bij mij, daar ga ik mee heen en weer. En dan zie ik ook pief, 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 dat stof alle kanten op gaan. Nee, dat wil ik niet. En dat pantybroekje, nou dat vind ik hartstikke slim van mezelf, dat doet dat niet. Die verplaatst geen stof. Die trekt eigenlijk het stof juist aan. Dus dat gaat in dat pantybroekje zitten. Nou, dat wordt wel een heel stoffig pantybroekje. Maar dat gooi je toch weg, want het pantytje is toch kapot. En je hebt geen stofverplaats in huis. Nou, geweldig toch? Oh ja, en wat ik ook leuk vind. Ik hou helemaal niet van stoffen. Dus het moet bij mij altijd een beetje leuker gebracht worden. Wil ik er zin in hebben. Dus, wat heb ik uitgevonden? En jullie misschien ook hoor. Maar ik ben er zelf heel blij mee. Ik doe in plaats van een stofdoek, doe ik oude sokken op mijn handen. Nou, en als je die tip wil zien, die kan je daar nog eens terugkijken. En handig en zo snel. Perfect. En dan nu de ventilatieroosters. Want dat zijn werkelijk ondergeschoven kindjes hoor. Echt waar. En ik was pas ook natuurlijk om deze tips op te nemen. In mijn badkamer naar mijn eigen ventilatierooster. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was het ook al even vergeten. Nou zeg, oh, er kwam toch echt wat af. Maar ja, dan denk ik ook meteen van zo, schoon is weer lekker schoon. Maar op de wc zit ook een rooster. En die heb ik nog niet gedaan. En op de wc, nou daar zitten we natuurlijk toch een paar keer per dag. En wat ik me heb laten vertellen en goed heb laten doordringen, dat ja, die ventilatieroosters hebben natuurlijk heel veel bacteriën. En daardoor kan je dus snifferig worden of iets aan je darmen krijgen of weet ik veel wat voor gespuis. Dus maak het schoon, heel veel bacteriën en ik ga je laten zien hoe. Nou, het ventilatierooster schoonmaken is eigenlijk het simpelste wat je kan doen. Ik neem daar een van de vochtige lapjes bij die we nu kunnen kopen. Why not? En ik neem het gewoon even af, want ze zijn lekker dun. Dus ik kan met mijn vingertje tussen het rooster komen. Nou, en klaar is klaar. En ik koop dan wel van die vochtige doekjes die antibacterieel werken. Die hoef je ook niet na te drogen. Dit was het weer. Abonneer je vooral op mijn kanaal. En je kan ook andere tips zien. En wat ook belangrijk is voor mij natuurlijk. Hebben jullie iets te vragen aan mij of ook hele goede tips? Plaats die. Ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, dankjewel en tot de volgende keer. Dag.